is iedereen al bijna vergeten hoe die eerste 2-3 weken was. Het is de grootste rollercoaster uit mijn leven geweest. Hoe is het met Van Moof? Ja, bizarre rollercoaster eigenlijk. De lockdown rond, wat was het, 12, 13 maart. Ja. Vond ik als ik aan terugdenk, een van de bijzonderste tijden uit mijn leven. Het was echt een totale freeze over van het hele wereldwijde zakenleven en ondernemerschap. Er gingen ook geen betalingen meer uit. Eigenlijk heeft het daarna vrij onopgemerkt hersteld. En je merkt nu eigenlijk, is iedereen al bijna vergeten hoe die eerste 2-3 weken was. Maar dat was een soort ijstijd. En heel bijzonder. Dus wij hadden eerst totale ijstijd. En dat leidde bij ons direct tot problemen. Want wij waren eigenlijk al een jaar aan het voorbereiden op de launch van onze de S3 en de X3, de nieuwe fietsen. Dus dat leidde bij ons direct tot problemen. En toen daarna herstelde zich langzaam 1-2 weken de markt. En daarna gingen we over in de grootste house in de grootste opleving. Omdat in één keer iedereen zich begon te realiseren van we moeten toch een keer terug naar ons werk. En dat wordt vrij lastig als we met de 1,5 meter economie in de trein en de metro. En we kunnen ook niet allemaal met de auto, dan loopt alles vast. Dus hoe komen we naar ons werk? En toen gingen ze ineens wereldwijd, draaide de focus ineens naar misschien zijn e-bikes wel een onderdeel van de oplossing. Dus we gingen van totale freeze naar een langzaam herstel. In één keer naar de grootste stijging die we ooit hebben meegemaakt. Ik heb letterlijk, we hebben dan zo'n mooi dashboard waarop we dagelijks bijhouden wat er allemaal gebeurt rondom het bedrijf. En we dachten letterlijk dat het kapot was. Omdat alle waardes gingen naar gingen het groen in gingen positief. Dus toen kregen we dat weer. Dus het is de grootste rollercoaster uit mijn leven geweest. Want die eerste paar weken, wat jij even de ijstijd noemt, was er toen sprake van paniek bij jou of zo? Of kwam je echt bedrijfstechnisch ook meteen in de problemen? Of hoe werkt dat dan? Nou, we kwamen wel bedrijfstechnisch direct in de problemen. Omdat wij hadden geanticipeerd dat we nog een lening zouden krijgen. En een extra lening om het te halen tot aan de lancering. Dat ging niet door. Dus we kwamen wel niet acuut in een probleem, maar acuut in een lastige situatie. En dat hebben we opgelost door onze oude modellen in de wat af te prijzen. En daardoor, dat liep toen goed. En zo hebben we het eigenlijk kunnen redden tot aan de lancering op 21 april. Maar het was echt even hard ingrijpen. Ja, maar dat is echt sturen op liquiditeit. Dat is sturen op liquiditeit dan. Dat is echt gewoon zorgen dat je voldoende cash binnenkrijgt. Even op kort. Ja, en dat is in zekere zin heel heftig. Maar ook mooi, omdat je dan kan laten zien waar je als ondernemer al die tijd voor geleerd hebt. We waren wel voorbereid. We hebben natuurlijk wel wat ervaring. Dus we laten ons niet zo gauw gek maken. Maar het was wel even heel bijzonder, ja. Maar ook wel eng lijkt me dat je dan, ik wil niet zeggen je product in de rams gooit, maar dat je vanuit een soort paniek van fuck, dan maar die prijzen omlaag, is natuurlijk ook een risico. Want je bent natuurlijk niet echt een prijsvechter. Je bent wel een soort merk wat wel, dat staat wel ergens voor. Was je daar dan nog mee bezig? Was je van, maar dit is gewoon de enige optie nu, die prijzen naar beneden. Ja, precies. Dat laatste, dat was de enige optie. En normaal iets wat we niet gauw gedaan hadden. En het was in zekere zin ook voor bestaande klanten een risico. In die zin, er waren klanten die hadden hem iets eerder voor iets meer gekocht. Dus dat was erg vervelend. En ik heb daar wel wat reacties op gehad, maar die hebben allemaal persoonlijk te woord gestaan en de situatie uitgelegd. En toen hadden we eigenlijk ook alweer heel veel
heel veel begrip. Iedereen leeft ook heel erg mee met de situatie. En wij zijn natuurlijk voor een groot gedeelte gecrowdfund. Dus we hebben toen we hadden een grote rentebetaling op 1 april. En daar hebben we toen wat uitstel voor gevraagd. Ja, ook daar, iedereen leefde verschrikkelijk mee. En zo hebben we eigenlijk met z'n allen schouders eronder en hebben het gered. Ja, dat zag je in andere ketens ook. En zag je in mijn industrie ook, weet je wel. Ik doe nu ook klussen voor tarieven waarvan ik een jaar geleden zou hebben gezegd van ja, weet je, echt niet. En dus je, wat dat betreft past zo'n hele markt zich natuurlijk heel snel aan. En die hele supply chain, zeg maar, die past zich dan heel erg aan. En wat ik wel interessant vind is dat ik doe natuurlijk al jaren webinars. En dat was altijd een soort van, iedereen wist wel dat het zijn voordelen had, maar het was toch altijd een soort van hippe niche of zo. En nu in één keer is het core geworden. En ik moet daar net aan denken toen jij dat zei van dat fietsen, van e-bikes. En met je, ik heb een paar vrienden die ook, en dan, ik woon in het Gooi, die werken in Amsterdam. En die gaan dan ook met een e-bike inmiddels al jaren na hun werk. Maar het bleef toch altijd een soort van niche. Maar wat jij nu eigenlijk zegt is van in één keer door de situatie werd dit eigenlijk gewoon een perfecte mobiliteitsoplossing. Ja, het is, en dat is wereldwijd een enorme doorbraak. Dus zowel in Italië is veel nieuws geweest, maar ook de UK, Parijs, Frankrijk, Duitsland en Amerika. In één keer is alle ogen gefocust op de e-bike. En eigenlijk precies wat wij dachten dat de komende 10 jaar zou gaan gebeuren. Ik bedoel, wij wisten dat, dat e-bikes de oplossing zijn voor steden, voor vervoer binnen steden in de toekomst. Ja. Maar wij dachten, ja, dat gaat de komende 5 tot 10 jaar gebeuren. En in één keer gebeurde het in voor onze eigen ogen in een periode van 2 tot 3 maanden. En dat was bizar mee te maken. En stonden we in, ineens schreef de New York Times, Time Magazine, alle grote kranten in Duitsland, Frankrijk, in de UK, The Guardian, schreef over dat e-bikes onderdeel van de oplossing zijn. Samen met normaal fietsen en lopen naar je werk. Dus het was een bizarre ontwikkeling. En ook wel een soort, het is natuurlijk een verschrikkelijke crisis, maar ook wel een soort silver lining, een soort bijkomend voordeel. Dus het is natuurlijk mensen, zeker in woon-werkverkeer, zitten een beetje vast in hun patronen. Ze blijven maar met de auto naar hun werk gaan, of ze blijven met met de trein naar hun werk gaan, terwijl de fiets soms echt een snellere, gezondere en betere oplossing is. En situatie als het door COVID-19 veroorzaakt wordt, dwingt mensen om op zoek te gaan naar andere oplossingen. En zo komen ze in één keer op de fiets naar hun werk. En ik denk dat ze ook dat blijven doen als het weer voorbij is. Ja, elk nadeel heeft zijn voordeel, zullen we zeggen. Ja. Hey, en als het gaat om jullie merk en de uitbouw daarvan, hoe belangrijk blijft het dat jullie van, zeg maar, origine een Nederlands bedrijf zijn in relatie tot het product, de fiets? Nou, niet zo belangrijk. We houden ons... ja en nee. We proberen altijd een beetje de Nederlandse achtergrond te... daar niet te veel op te leunen. Toch gauw weer het risico dat het een beetje klompen en molens wordt. En bijvoorbeeld onze belangrijkste markt is nu Duitsland. Maar ik denk niet dat Nederland daar in Duitsland bekend staat als het ultieme productieland. Aan de andere kant is wel, heeft Nederland en dan vooral Amsterdam wel een wereldwijd positief imago als de stad waar het meest gefietst wordt. Ja. En dus ik denk dat het een soort van thought leadership wat makkelijker is vanuit hier. Maar ja, zeg maar, ik denk dat Made in Germany een stuk beter is dan hoger aangeschreven staat dan Made in Holland. Dus wij afficheren ons niet extreem als Nederlands. Nee, maar wel, het is wel echt een urban, het is echt een stadsfiets, hè? Ja, wij maken, de missie van het bedrijf is om net zoveel mensen op de fiets naar hun werk te krijgen in San Francisco, New York, Parijs, Londen en Tokio als wij hebben in Amsterdam. En dus
wij maken geen fietsen om door het bos te crossen op zondagmiddag of door Central Park. Dit zijn fietsen om elke dag op naar je werk te fietsen. Op een fijnere, stijlvollere, praktische manier. Hey, en hoe innovatief is die nieuwe? Wat zit er allemaal op en aan en in? Nou, dat was dus de bizar. We hadden dus midden in deze crisis op 21 april onze lancering van de S3 en de X3 gepland. En dat zou eigenlijk gebeuren, we zouden hem gaan presenteren in tegelijkertijd in Milaan en in San Francisco. In Milaan op de Design Week en in San Francisco op een micromobility conferentie. Ja, dat werd toen ineens afgelast. En toen hebben we nog heel erg getwijfeld, moeten we de lancering aflasten? Ja. Kunnen we dit doen? Zitten mensen hier op te wachten? En toen uiteindelijk toch besloten van ja, dit is... toen ontstond het idee van nou, misschien zijn e-bikes wel een gedeelte van de oplossing. En misschien zitten mensen ook wel te wachten op wat positief nieuws. En iedereen zit toch thuis. Laten we het gewoon doen en we gaan het online doen. En toen heeft mijn marketingteam fantastisch... werk gedaan en eigenlijk die hele lancering omgegooid naar een online event. En zo in een periode van 2 tot 3 weken, dus hebben we dag en nacht gewerkt. En toen hebben wij op 21 april dus online de launch gedaan. Met een heel mooie, mensen konden dus inloggen en dan tijdens mijn verhaal met de fiets omdraaien en spelen. En live Q&A sessie zat erin met 6000 klanten en journalisten over heel de wereld. Ja. En dat is dus een groot succes geworden, want daarna hebben we in meer dan 450 kranten gestaan, uit mijn hoofd, misschien al inmiddels al meer. En we hebben een merk, we meten dan hoeveel mensen er op vermogen zoeken en dat is maal 6 of maal 10 vergeleken met de allerhoogste pieken uit het verleden. Dus de interesse naar het merk is echt geëxplodeerd. En dus het heeft uiteindelijk toch, het was een risico en het heeft uiteindelijk heel goed uitgepakt. We kwamen eigenlijk precies op het juiste moment. Geweldig. Past ook wel bij jullie, vind ik, hè, om het zo te doen. Om zo, zeg maar, dynamisch op in te springen en het gewoon online te doen. En het past heel erg bij Vermove, vind ik. Ja, achteraf wel. Ik denk dat we de volgende launch weer online doen. En dat klopt. We zijn natuurlijk een online merk. We verkopen 96% van onze fietsen online. 4% in onze eigen winkels. Ja. Dus achteraf denk je, waarom wilden we überhaupt een evenement organiseren? Heel benieuwd wat de toekomst, maar dat is een ander onderwerp inderdaad. Wat door deze crisis de strategische toekomst van evenementen wordt. Ze zullen echt wel blijven bestaan, maar ik snap deze gedachtegang ook heel erg goed. En als het gaat om innovaties, wat zit er als belangrijkste innovatie op en aan dat apparaat, zeg maar? Ja, dus de S3 en de X3 zijn de opvolgers van de S2 en de X2 die we 2 jaar geleden geïntroduceerd hebben. Ze zijn op meer dan 50 punten verbeterd. De belangrijkste... echt extra feature is dat dat we elektronisch schakelen nu. Er zitten 4 versnellingen in. En hij schakelt elektronisch. En dat kun je instellen. Je kunt die schakelmomenten instellen met de app. Dus dat is een mooie extra. Verder een krachtige en stillere motor. Waardoor we nog betere range halen met dezelfde batterij. Ja. Nieuwe speaker, waardoor de bel harder gaat, de alarm harder gaat. Het alarm is op heel veel punten verbeterd, dus we kunnen nu nog meer mensen, onze bike hunters kunnen nu nog meer gestolen fietsen gaan terugvinden. De unpacking experience is heel erg verbeterd. Nieuwe en mooiere lak en meer kras resistent of beter bestand tegen krassen. Op ontzettend veel punten verbeterd. Hey, ik weet ook dat een tijdje geleden, dat we jou geïnterviewd hebben op CVD. En ik weet ook nog wel, ik weet niet welke was dat nou op CVD? Nou, whatever. Maar toen had jij een soort aankondiging van, ja, er komt wel wat nieuws aan. En toen doelde je op elektrisch. Jij bent ook wel een ondernemer die natuurlijk vooruitkijkt. Dus er staat nu een volwassen, innovatieve, electrified apparaat. What's next? Nou... Voor ons next is vooral schalen.
We bevinden ons, wij geloven aan het begin van een revolutie die steden als New York, San Francisco, Parijs en Londen gaat veranderen. Kijk, in Amsterdam is nu bijna 50% van alle commutes, al het woon-werkverkeer is op de fiets. Dat komt omdat Amsterdam heeft de perfecte condities. Het is relatief klein, het is vlak en de temperatuur is fietsvriendelijk. Maar als je in New York, dan kun je in de zomer 3-4 maanden niet fietsen, want dat is te heet. De stad is bovendien veel te groot. Een commute van Central Park naar Brooklyn is zo 3 kwartier. En het is te heuvelachtig. En Parijs zelden, nou, Londen is te groot, San Francisco is nog heuvelachtiger. Dus in die steden kun je niet fietsen. De elektrische fiets verandert dat. En daarom geloven wij dat dat de elektrische fiets ervoor gaat zorgen dat er ook in die steden veel meer gefietst gaat worden. En daar spelen wij op in. Daar hebben wij de perfecte fiets voor. En ik denk dat het aantal fietsers heel erg gaat toenemen. Dat in die steden 80-90% van al het fietsverkeer elektrisch zal worden. En ik denk dat veel van die mensen een fiets online zullen kopen. Of in ieder geval online zich in grote, zeer nadrukkelijk zullen oriënteren. Nou, die drie, daar hebben wij ons de afgelopen 11 jaar goed voor gepositioneerd. Dus nu is het vooral een taak om te schalen. En te zorgen dat wij in die markten de nummer 1 blijven of worden. En dus voor ons zitten de grootste uitdagingen de komende 2-3 jaar. En misschien ook wat daarna in. Dus productie op. Rampen, de fiets nog meer aanpassen, dat die geschikt is voor massaproductie, waardoor de kostprijs nog weer iets verder omlaag gaat. Hopelijk dat we daar ook de retailprijs iets voor nog verder kunnen verlagen. Dus dat zijn de focuspunten van de komende 3-4 jaar. Dus verwacht geen vermogen mountainbikes of vermogen racefietsen of robots of kleine elektrische autootjes. Ik was ga je dat allemaal zelf financieren? Nee, we hebben dus net, dat is ook nog in deze sowieso al rollercoaster van de afgelopen 2 maanden, hebben we ook nog even onze investeringsronde geclosed op 21 april, dezelfde dag als we de S3 en de X3 hebben gelanceerd. Een relatief kleine ronde gedaan van 12,5 miljoen met Balderton, een VC uit Londen. Ja. En dat is pas een maand geleden, maar inmiddels zijn er alweer zoveel kansen bijgekomen en groeit het zo hard dat we de productie nog verder willen opschalen. Dus we zijn alweer aan het voorbereiden op de volgende ronde. Hou je nog aandelen over? Jazeker, we hebben de luxe gehad om de eerste 7-8 jaar het bedrijf zelf te kunnen financieren met de cashflow die we genereerden uit een bedrijf wat we eerder op hebben gericht. Juist in die eerste jaren, wanneer je het product zich nog heel erg moet bewijzen, dat zijn de jaren dat aandeelhouders grote partijen aandelen, of laat ik zo zeggen, percentage in hun bedrijf verliezen. Dus die periode hebben wij overgeslagen. Dus daarom hebben we nog een relatief, als je het vergelijkt met andere founders, relatief groot aandeel. En hebben wij nog, dus mijn broer en ik samen met meerderheid. Knap hoor. En tot slot, de wereld is even lockdown als het gaat om reizen. Ik weet dat jij, je opereert als internationaal. Je bent zelf ook volgens mij veel. Woon jij nou niet ook ergens anders? Of hoe zat het nou? Nee, ik heb het bedrijf dus opgericht met mijn broer Ties. En mijn broer woont in Taipei al 8 jaar. En daar hebben we dus onze hardware R&D office met 40 mensen. En dan doen we de software R&D. En marketing en sales met 140, 180 man in Amsterdam. Ja. En dan 100 mensen verspreid over de winkels. Maar ik woon gewoon in Amsterdam. En ik heb nooit zo heel erg geloofd in rondjes rond de wereld vliegen. Ik kwam ook in het verleden, zeg maar, 1 keer per jaar in onze... We hebben dus winkels in San Francisco en New York. Daar kwam ik maar 1 keer per jaar. Ja. We hebben daar goed management. En die leiden dat heel goed. Ook in Parijs, Londen en Berlijn, goede winkelmanagers.
En dat ging eigenlijk allemaal al via Skype en Zoom. Nou, dan heb ik natuurlijk nog in Tokio, maar dat wordt door mijn broer in Taipei gemanaged. Dus ik reisde niet, ik vloog niet verschrikkelijk veel. Dat doe ik nog steeds niet. Dus wat dat betreft is daar ook niet veel veranderd. Dus eigenlijk, bottom line, is de impact van deze hele crisis eigenlijk positief op jouw business? Ja, dat is dubbel natuurlijk. Want je ziet ook heel veel ondernemers om mij heen struggelen. En wij hebben ook nog het bedrijf dat ik net al noemde, dat we 20 jaar hebben opgericht. Dat zit in de evenementenindustrie. Dus dat gaat, dat ligt, daar zie je juist tegenovergesteld, dat ligt volledig plat. En dus we hebben het allemaal alle kanten gezien, maar met VanMoof aan zich lijkt juist de enorme groei die we al hadden, want de omzet verdubbelde al 5 jaar op rij, lijkt door te zetten en zelfs nog iets te versnellen. Ja, omdat in één keer de markt die jij al, zeg maar, voorspelt, die wordt nu in één keer als katalysator door de crisis gecatalyseerd, zeg maar, wordt dat nu bewaarheid, zeg maar. Omdat het is natuurlijk ook, ja, je kan dus al in die trein blijven hangen of op die A10 blijven hangen, maar je kan natuurlijk ook lekker fietsen. Ja, precies. En juist die afstanden waar wij dat nog niet, wat net iets te ver was, dus Haarlem, Amsterdam, Zoetermeer, Den Haag, Utrecht, Hilversum, Almere, Amsterdam, Schiphol. Van die afstand dat je, ja, dat is op een normale fiets, dat doe je niet elke dag. En op een elektrische fiets ineens wel. En daarmee, ook in Nederland, wordt de elektrische fiets echt een alternatief voor de auto en het openbaar vervoer. En ja, daar is nu ineens ontzettend veel vraag naar. Taco, ik dank je wel voor deze update. En ik wens je heel veel succes de komende jaren. En ik spreek je gewoon over een tijdje weer, hoe het gaat. Ik hoop het. Ja, hartstikke bedankt en succes. Hoi. Hoi.